kennen mij waarschijnlijk door al mijn typetjes. Nee, jeugdtrauma's. God, deze tafels en stoelen hadden wij niet in mijn tijd, hoor. Gutzak. Maar het is tijd voor een nieuw typetje. Och, dagje. Hallo. Alleen, hoe maak je nou zo'n typetje? In deze video gaan we een nieuw typetje maken en ik leer het jullie in 6 stappen. Stap 1. Stem. Er is een hele hoop wat je met je stem kan doen. Ik stem voor een schoon klaslokaal. Mag ik ook op het bord schrijven? Als eerste kijk ik altijd welke stem heb ik eigenlijk nog niet gebruikt voor een typetje. Maar ja, wat kun je allemaal met je stem doen? Lach. Zacht. Snel. Kiezen op elkaar. Extreem articuleren. Met kraak. Met slapkakend hond. Oké, we doen even een voorstelrondje. Ik kies de kist. Ik ben Lily. Hoog, klein beetje door de neus en veel energie. Oeh, wat is dit nu weer? Laag, heel erg door de neus en langzaam. Door neus, langzaam. Wat? Zeg gewoon wie je bent, Willem. Ik ben Bertus. Hart, voor in de mond. Hart. Oh, Carola hier. Wat leuk dit. Hoog en bekakt. Bekakt met een aardappel in de keel. Nou ja, zeg. Ik ben hormonen. Ah, veel lucht en een beetje door de neus. Veel lucht. Hallo, Menno. Schor, alsof een oude man kreukt. Huh. Oké, goed. Een hele hoop stemmen. Ah, je vergeet mij, wijfie. Honey. Oh ja, een accent. Een accent of een dialect? Al ben ik er niet helemaal uit welk accent dat eigenlijk is. Hetgene wat ik nog niet echt heb, is een Brabants accent. En ik kom uit Brabant, dus dat lijkt me leuk. Trouwens, voor alle echte Brabo's nu, hier, die kijken. Het is niet meer perfect. Verre van perfect. We doen gewoon iets wat daarop lijkt. Stap 2. Informatie. Verzamel zoveel mogelijk informatie van je nieuwe typetje. Wie wordt dat? Ik bedoel, wat zullen we doen als hobby? Oh. Ja. Lekkere dingen koken. Goeie. Leeftijd? Iemand die heel, heel, heel oud is. 45. Oké, werk. Ik haat werk. Gewoon lekker geen baan dan, hè? Is ook wel eens lekker. Makkelijk. Je kunt altijd weer terug naar deze stap toe om meer informatie te verzamelen. Stap 3. Kleding. Ons typetje moet natuurlijk ook kleding dragen, want anders wordt het 18-plus content. En ik heb thuis een hele hoop kostuums. Choose your character. Maar voor dit typetje gaan we iets nieuws zoeken. En daarvoor zijn we nu bij de kringloop. Want kleding voor een typetje hoeft helemaal niet duur te zijn. Vaak is het iets wat ik nog in de kast heb liggen. Een miskoop. Nou ja zeg. Of iets wat ik heb gekregen. Nou, even kijken of zij de perfecte kleding hebben voor ons nieuwe typetje. Maar ja, wat willen we? Coke, iets-achtige outfit? Kijk. Lijkt me een beetje gek als ons karakter de hele tijd in pyjama loopt. Kan wel. Je kunt wel een typetje bedenken die de hele tijd in pyjama loopt. Ik denk dat ik deze met deze ga passen. Ik mis eigenlijk nog een beetje dat kookaccessoire. Dus ik ga op zoek of ze een schort hebben of iets. Ik zie geen schort. Lost in this world. Dit is amazing. Nu hebben we nog steeds geen schort. En ineens bedenk ik me... Ze brengen natuurlijk hun schort ook niet naar de kringloop. Want die is helemaal vies. Dan denk je, hey, vies schort, die gaat naar de kringloop. Ik denk het niet. Oké, tijd om te passen wat ik wel heb. Hoe draag je een sjaal? Oh ja, die had ik ook nog gevonden. Dit wordt hem. Ik ben helemaal het vest vergeten. Wacht. Outfit 2. En ik dacht alleen, volgens mij moet er nog even een sjaaltje bij. Ik ga voor de panterprint. We gaan even kijken welke dan het beste, welke outfit het beste wordt gewaardeerd. Nou, en aan wie kan ik dat beter vragen dan aan jullie? Even foto maken. Op Snapchat de bovenste. En op Insta ook de bovenste. Hoe het typetje eruit ziet, gaat natuurlijk niet alleen om de kleding. Het gaat ook om hoe je haar doet. En ik heb lang haar, dus daar kan ik heel veel mee. En als je een kort haar hebt, een pruik. We hebben onze outfit, jullie keuze. En er liggen hier allemaal brillen. En brillen zijn ook echt top om bij je typetje te doen. Ik kan er ook goed door kijken. We gaan betalen. Nou, we hebben hem hoor. We hebben hem. Het is echt een keigave outfit geworden. Ik ben er ontzettend blij mee. Stap 4, muziek. Ik ben niet zo'n sportief type hoor. Hoor, knakt helemaal. Ondertussen heb ik een schort gevonden hier in de keukenla. Zo. Oké, ben je er klaar voor? Sorry? We gaan kijken hoe je beweegt. Grote stappen. Oh, ja. Kleine stappen en heel stijf. Oh. Zo? Met een huppeltje en zwaaiende armen. Hoi.
ja. Gebogen rug en langzaam. Weg. Ah, ja, dat is leuk. Nee, dit voelt niet echt als mij. Wat dan wel? Nou, gewoon lekker. Zo. Oké, maar hoe het fysiek is van je typetje gaat natuurlijk niet alleen over hoe je typetje loopt. Maar ook hoe die stilstaat. Rent. Wat? Luchtgitaar speelt. Maar ik kan helemaal niet. Vliegt. Ik kan niet vliegen. Ah ja. Nou goed, alle handelingen die je maar kan bedenken. Ja. Stap 5, Mimiek. Met je Mimiek kun je een hele hoop doen. Onderkaak naar voren, bolle wangen, wangen ingezogen, een slap gezicht. Lippen tuiten, lippen naar binnen, nek naar voren, hele grote ogen. Wat heb ik? Grote ogen, blij gezicht. Oh, en ik? Jij hebt altijd aan het eind van de zin zo'n scheve glimlach zo. Dat is geen gezicht. Jij hebt altijd je bovenlip omhoog, alsof je iets heel vies vindt. Ik vind jou vies. Nu moet je echt stoppen, hè, met dat negatieve gedoe. Wow, grote emoties. Iedereen is mooi zoals die is. Ik ben mooi. Dus jij vindt dit mooi? Nou, op je eigen manier dan. Even terug naar stap 2. Je kunt altijd weer terug naar deze stap toe om meer informatie te verzamelen. Interview hiervoor je typetje. Zo. Goedenavond, we hebben vandaag te gast het nieuwe typetje van Lisanne Dijkstra. Welkom. Dag allemaal. Is dit nou op televisie? Ja, op RTL YouTube. Spannend. Wat vind jij nou echt leuk om te doen? Ik hou ontzettend veel van koken. Ik heb echt een passie voor koken. Ik kan maaltijden maken. Ja. Weet je wat ik van hou? Het eten ervan. Ja, dat is ook belangrijk. Heb je een droom? Ik zou echt keigraag zou willen winnen met zo'n kookprogramma. Van de Masterchef of de Holland Bakt. Mooi, mooi. Heb je familie? Onze kinderen. 4 kinderen. Oh. Werk. 4 kinderen opvoeden is een baan, hè? Saai. Waar word je nou echt boos van, hè? Sensatie. Ach, als ik net heb gedwaald, hè? En dan komen mijn kinderen komen dan thuis. En dan hebben alles weer vies. Ja, word je nou net zo boos van als dat ik word? Dat er mensen naar deze video zitten te kijken die niet geabonneerd zijn. Niet zo boos, hoor. Dit zijn de cijfers, hè? Dit zijn de cijfers. Ik kan dus een rustgevend theetje maken. Hoezo zijn jullie niet geabonneerd? Dan kijken jullie wel. Ik sta wel alleen. Rustgevende appelflap? Ik heb een heel lekker appelflap recept. Kijk naar RTL YouTube. Och, ik ben nog zo aan het zoeken naar mijn karakter. Ik ben er nog niet helemaal uit, hoor. En daarvoor hebben we stap 6. Oefenen. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het onderzoeken hoe mijn karakter poept. Ik heb een beetje last van observatie, denk ik. Ja, maar goed, daar hebben we de tijd voor, hè? Daar is deze video voor. We hebben gezien om een lekker spiegeleitje van mij. Ik kan heel erg lekkere spiegeleitjes maken. Ja, nou, lekker. Ja? Ja, heerlijk. Ja, ik heb dat even maken. De wereld is groot en ik ben klein. Misschien is zingen niet je sterkste kant. Alle dingen is me weten niet hij. Iets anders. Van Afrika tot in Amerika. Vanaf nee, ook niet. Ook niet. Goh, ik weet niet heel erg of ik een zangeres ben. Of ik daarvan hou, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. En zo ben ik ook mijn eigen taal aan het uitproberen. Hè? Want je moet toch kijken, hoe praat ik nou eigenlijk? Hè? Ik ben er allemaal nog aan het onderzoeken. Ik moet echt even erlangs hoor. Ik ga de nieuwe recept proberen. Van op TikTok heb ik iets gezien. En daar ga ik nu even maken. Ik ben bezig. Hey, sushi. Dan ook op de andere kant. Hou jij van sushi? Ja, ik lekker. Ik ga een lekkere sushi rol maken. Die gaat viral op het internet. Met al die pannen? Ja. Heb je olie nodig? Ja, lekker, dank je. Alsjeblieft. Ach, ik heb nu eigenlijk wel genoeg geoefend met mezelf zijn, hoor. Nee, ik denk dat je echt nog even moet oefenen. Nee, maar ik weet het echt wel nu. Je bent er bijna. Stem. Informatie. Kleding. Fysiek. Mimiek. Oefenen. En je kunt al deze stappen, die kun je dus ook gewoon dwars door elkaar doen. Het maakt niet uit. Heb je eerst je kostuum? Kleding. Of heb je al een stem bedacht? Een stem. Of heb je een maniertje van lopen? Fysiek. Het maakt niet uit welke stap je begint. Gewoon eigenlijk net wat jou op dat moment inspireert. Mooi. Dus je hebt weer een nieuw typetje gemaakt? Ja. Had je er niet genoeg? Oh, dat is
echt niet lief, Willem. Hé, laten we lief zijn, hè, jongens. Ik bedoel, het is altijd spannend om nieuw te zijn. Wat kijk jij nou raar? Oh, dit is mijn welkomstmimiek. Oh ja, kijk, that's the spirit. Hé, kom maar binnen. Och, dag. Welkom. Hallo. Welkom. Hi, hallo. Dat is keigezellig hier, zeg. Is dit Brabants? Nee, weer zo'n positief typetje. Mijn oma is Brabants. Kom je er aan, mijn lappen? Nee, gantje. Momentje. Och, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat is niet erg. Ik had eerst ook geen naam. Oh ja, ik heb nog geen naam. De abonnees bedenken jouw naam. Ach. De naam met de meeste likes wordt de nieuwe naam. Dit doe je nou altijd. Moet ze zeker ook abonneren. Dat zou ik wel heel leuk vinden, want... Dit zijn de cijfers, hè? Dit zijn de cijfers. Ah, je kan erop klikken, hè? Hoeft niet. Je kunt ook kijken hoe ik schoonmaak. Maar je kunt erop klikken. Hartstikke leuk video. Ik heb mezelf gezien. Hij is echt leuk. Zo. Hey, ben je er nou nog steeds?